6. Oostrum is de man die scoort uit een voorzet van Drent. Emmen, vorige week met 3-1 verloren uit bij NEC, kon een overwinning vandaag wel gebruiken om niet voortijdig uitgeschakeld te zijn. Hier is opnieuw van Oostrum. Dit is een hele mooie. Via de binnenkant van de paal is het 2-0 en inderdaad zijn tweede van de wedstrijd. 2-0 voor Emmen na 63 minuten spelen in de tweede helft. 8 minuten na dat doelpunt gaat hier de jongen voor Emmen. Die actie stuit, maar daar komt Nurmela en zo is het 3-0 voor Emmen. En Cambuur zit er helemaal doorheen. Vorige week nog in eigen stadion 2-2 tegen Veendam. Nu is het niets. Het wordt nog erger voor Cambuur. Hier wordt op de lat gekopt en daar is het Stroeve die 2 minuten voor tijd 4-0 maakt. En dat was de eindstand.